rijden mee met de eenheid Rotterdam op de Koolsingel in het hart van de havenstad. Surveillante Dani en Vincent zien een Renault Clio die plotseling links afslaat, terwijl die stond voorgesorteerd voor rechtdoor. Wat gaan we nou doen? Ja, die stond hier, die moest ineens linksaf. Dan staan we hier op de kruising geblokkeerd. Goeiedag, verkeerspolitie. Mag hem eventjes daar neerzetten? Even afvallen. Ja. Dag heren. Goedendag. Kom even aan deze kant staan. We gaan eerst beginnen met de hand. Hi, mijn naam is Vincent. Ja. Dit is mijn legitimatie. Okay. En ik had van jou graag een daar gaan we het zo ver. Houd die camera bij jou. Hey, houd die camera bij jou. Hey. Hou je vriend echt in de hand. Houd die camera bij jou. Wacht. Hou die camera bij jou. Meneer, houd die camera bij jou. Luister eens even. Kom eens even. Houd die camera bij jou. Luister eens even naar me. Nee, houd die camera bij jou. Luister eens even. Houd die camera bij jou. Die mensen filmen ons werk. Het is niet zo kan. Het is jouw werk, maar gewoon kanker met die kanker. Als jij normaal doet en rustig. Houd die camera bij jou. Oké, doe het. Maak er een kom. We gaan daar staan. Ja, maar hallo. Ik ga het je zo uitleggen voor de vierde keer. Ga even daar staan. Ja? Houd die camera bij hem. Blijf je even hier staan, wij handelen het al met jouw neef af. Vraag dan even of die camera uit. Mag ik even jouw rijbewijs? Okay, ik werk ook niet mee tot camera. Wijsten. Wij voordelen bij deze rijbewijs. Waarom? Nou, maar ik wil even weten wie jij bent. Houd die camera bij. Nee, laatste keer. Kom camera uit. Laatste keer. Ga die camera uit. Ga even daar staan dan. Dat is mijn neef, ja. Dat snap is mijn ik. Neef, ik wil dat je dan even daar. Houd die camera uit. Zet die camera uit. Ik ben niet bang van jullie. Houd die camera uit. Je hoeft ook niet bang te zijn. We handelen even af. Ga even daar staan. Wij handelen het even met jou. Mag ik even het rijbewijs zien? Dankjewel. Nee, je rijbewijs. Ik heb alleen ID. Heb je een rijbewijs? Ja, natuurlijk heb ik rijbewijs. Maar waar is de rijbewijs dan? Ik heb hem niet bij me. Ik heb hem thuis gelaten. Oké. Okay. Loop even met ons mee. Dan gaan we even het in de auto afhandelen. Wat het is. Maar jij staat daar bij de verkeerslichten te wachten. Ja. Ik moest naar links. Ja? Kijk, ik ben hier niet bekend. Ik ga eerlijk terug zeggen. Waar kom je vandaan? Ik kom hier vandaan, van Rotterdam, maar ik ben hier niet bekend. Ik heb mijn rijbewijs niet lang. Ik ken de wegen niet. Dus om niet te hinderen ben ik zeg maar doorgegaan rijden. En daar stoppen, waar ik moet stoppen, soort van. Alleen nou sta je dan ook midden op die kruising. Dat is dan ook niet handig. Ik heb echt geen flauw idee wat ik met de weg doen moest, meneer. Ga ik u eerlijk zeggen. Ik wist niet wat ik op dat situatie moest doen. Ik hinder de weg. Door mij konden ze allemaal niet doorrijden. Nee. En ik weet helemaal niet... Maar waarom rij je dan niet gewoon even rechtdoor? Dan ga je daar de eerste straat naar rechts. Dan kom je keren. Want als je een rondje rijdt, dan kom je ook weer op hetzelfde punt uit. Waar ik uit zou komen als ik recht ga, mag ik de tyfus krijgen? Nee. Ik heb geen flauw idee waar ik naartoe moet, meneer. Ik ken de weg helemaal niet qua de... Nee, oké, dat snap ik. Maar stap ik normaal uit met de metro. Ja. Ik heb geen flauw idee hoe ik moet gaan, meneer. Oké, even kijken of ik... Ik ken de weg niet, weet je. Ik ken de weg niet. Het wekt op het moment dat jij links afgaat terwijl iedereen netjes staat te wachten. Dat wekt gewoon een hoop irritatie ook voor mensen. Het feit dat je naar links gaat, de kruising op, blokkeer je de kruising. Het verkeer begint daar al te rijden. En nogmaals, dat is hoe wij het zien. We hebben het ook zo is het ook opgenomen. Als je het er niet mee eens bent, kun je een bezwaar gaan. En als jij... Ga ik nou echt een boete voor dit krijgen? Ja. Wat is de boete van dit? €230. En €7 administratiekosten. Ja, dat is wel hartstikke jammer. Nou krijg ik een boete terwijl ik juist eigenlijk het beter probeer op te lossen. Als je het er niet mee eens bent, dan moet je bezwaar gaan. Dank u wel, meneer. Je hoeft geen dankjewel te zeggen, maar... Ik vind het toch wel aardig goed bij mijn hand. Nog een keer? Ik vind het wel aardig goed bij mijn hand en alles. Okay. Dus kan ook op een andere manier. Absoluut. Hey, tot ziens. Nadat er ook een persoonscontrole op de bijrijder heeft plaatsgevonden, mogen deze druktemakers hun weg vervolgen, maar wel met een boete van €230 op zak.